Terwijl Rob achter in beeld een tekening aan het maken is voor de World of Tanks prijsvraag, gaan wij beginnen met de vrijdagavondshow van deze week, aflevering 89. Ja, Hugo, je bent weer. Ik ben er weer. Even weg geweest, terug van weg geweest. Ja, ik had vuurwerk afgestoken, ik was helemaal kapot, dus ik ben weer even naar het ziekenhuis was ik. Nee, is niet waar. Ik was even op trip naar mijn schoonouders, dus ik was er even twee afleveringen niet. Maar ik ben weer terug van weg geweest, zoals je zegt. En een rustige week. Ik zie al bij een plaatje dat het een heel rustig weekje is, Michael. Klopt, ja. En wat heb ik gemist de afgelopen week? Je hebt vrij weinig gemist. We hebben een heel rustige week hebben we gekend rond de kerst, oud en nieuw. Ja. Weinig gebeurt eigenlijk. Dus we hadden twee korte afleveringen van de vrijdagavondshow in jouw afwezigheid. Ja, en we hebben natuurlijk de XGN Nieuwsflash nu. Ik heb Rob zien schitteren in de XGN Nieuws... hoe noemt hij het zelf ook weer? Nieuwsflash. Nieuwsflash, geloof ik. Als in melkfles. Ja, goed. Oké, maar nee, dat was heel leuk. Heel goede aflevering. En volgens mij vinden mensen het ook heel leuk. Mm-hmm. Dus wat we nu doen, is het nieuws. Hierin bespreken we wat leukere dingen. Mm-hmm. En in de nieuwsflash komen de echt belangrijke dingen langs. Ja, precies. We bespreken nu de wat zachtere dingen. Speculatie en et cetera. Exact. Dus er zit nog steeds wel nieuws in de vrijdagavond zo. Vergis je niet. Prijsvraag hebben we deze week niet, vorige week ook niet. Maar er zijn wel op de site natuurlijk wel prijsvragen. Op de website hebben we twee prijsvragen staan voor World of Tanks. Natuurlijk. Noemde ik net al even, Optisch is dan lekker te tekenen daarvoor. Want je moet namelijk iemand in leger outfit of jezelf. Ja. In leger het is een outfit. Vrij open prijsvraag. Ja. Ze mogen gewoon van alles doen, weet je wel. Als het maar creatief is, leuk. Ja. Een filmpje maken, een tekening maken, een... whatever. Je mag photoshoppen. En wat je dan kan winnen is zo'n tank als... ga even kijken of ik dit erbij kan pakken. Het zijn nog wel zware dingen. Oh, hij breekt af. Als dit kun je dan winnen. Ja, die maar dan cooler, hè? Dit is een beetje de... Dit is de kleine versie. En dit is dus een beetje de mini-versie eigenlijk. Die is niet zo leuk. Maar je wint dan een hele grote groene leger tank. Ja. Wat is het merk? Weet je het nog zo uit je hoofd? Jezus, een leopard geloof ik. Een leopard tank. Oké, hartstikke leuk. Dus doe mee op die prijsvraag. Want die loopt nog tot aanstaande woensdag of zo, denk ik. Klopt, ja. Volgens mij wel. En dan hebben we ook nog Ninja Sprint voor de iPhone. Voor de iPhone, leuk. Ja, die best wel geinig spelletje, toch? Staan. En daarvoor moet ze benoemen waar de ninja vandaan komt. Ja. Dus Duitsland, Nederland, België. Het zou zomaar kunnen dat hij uit Nederland komt. Ja. We hebben natuurlijk wel games. Want er zijn weer een aantal nieuwe games uitgekomen. Ja, een drietal. Wat dacht je van Anarchy Reigns? Anarchy Reigns. Het is een game van Platinum Games. Die zit ook achter Bayonetta. Ja. Dus dat is op zich best wel een grote game is dat. Sega is de uitgever ervan. En hij komt alleen voor de consoles. Dus de 360 en PS3. Ja, en we hebben hem al binnen gehad. En ik vind hem een beetje lijken op Tekken. Ja? Die karakters, ja. Maar ja, het is wel een ander spel. Het is een actiespel, een multiplayer spel. Maar hij lijkt een beetje, die karakters vind ik op Tekken lijken. Ja. Dat is mijn persoonlijke mening. Dat is een hele diepgaande mening van Michael, hoor ik al. Maar de recensie komt eraan. Wie doet die recensie? Theo. Theo is bezig met die recensie. Volgens mij was je wel redelijk tevreden over die game. Maar ja, we moeten natuurlijk even het cijfer afwachten. Ja, andere game. Ja, NBA 2K13, hè? Dat is jouw specialiteit. Ja, wel een beetje. En die hebben we samen hier gespeeld voor de tv. Was bizar. Met z'n tweeën. Ja. En dat ging heel goed. Ja, ik was toen weg toen die online kwam, die video. Wat waren de reacties op volgens de video? Volgens mij is die video nog niet online gekomen. Hij is nog niet eens online. Zij moet nog online komen. Oh shit. Ja. Oh, dat duurde even, want we hebben echt al 2 weken geleden gespeeld. Ja, klopt. Maar jij zat met die gamepad in je handen en dat ging niet heel heel je kon niet zoveel met die gamepad in dat gamepje. Dat was niet zo mooi. Dat was heel gek. Mm-hmm. Je kon ook niet echt wat doen. Maar goed, die ligt nog bij Alwin, die game. Ja. Dus die recensie staat ook is die verschijnen. Online, nee, die is nog steeds niet online. Wat gaat het allemaal traag in mijn afwezigheid. Godverdomme. Ja. Nia Gaiden 3 Racers Edge kwam natuurlijk ook uit voor de Wii U. Dat is wel een vrij goede titel. En volgens mij is er ook iemand mee bezig. Vrij goede titel. Oh, is dat niet goed? die game is al uitgekomen voor de consoles. Nia Gaiden is niet goed? Een 4. Dat is nieuw. Een 4. Dat is de eerste Nia Gaiden die niet goed is. Ja, het schijnt echt een waardeloze game te zijn. Holy dus, shit. Dat is geen goede game. Dat verbaast mij wel eventjes, want ik zit altijd met Nia Gaiden. Dat is zo'n top franchise. Dat komen alleen maar goede games voor. Maar ik vergis me dus eventjes. Voor de Wii U is niet goed, hoor ik nu. Nee, voor de consoles is het niet goed. En hij komt nu 3 maanden na dato komt hij nog uit voor de Wii U. Ah, oké. En wie weet is die verbeterd, maar ik vrees het ergens eigenlijk. Het is een port van die consoleversie. Het is gewoon een port, dus misschien is hij nog wel slechter, wie weet. Shit. Ligt bij Tristan, staat ook te verschijnen in de aankomende week, denk ik. Ja. Recensie. Het was een download ook, of niet? Ja, volgens mij wel. Was het een download. Ja, klopt, ja. Dus daar heb jij gelijk in. Wat komt er volgende week aan, Michael? Vertel het mij. DMC Devil May Cry. Dat is een dope game. Oh. Voor de consoles. Toch? Ja, ik heb gespeeld met Rob. En, ik heb hem niet gespeeld, maar dat is zo. Nee, heb je niet gespeeld? Je hebt wel gekeken volgens mij. Ik heb wel gekeken. En het is een tante in een nieuw jasje. Hij is wel een beetje een pussy geworden, maar... Ja, hij ziet er een beetje lullig uit nu, maar het is wel echt een lekkere game, hoor. Hij kan nog steeds demonen. Ik ben heel erg benieuwd naar wat het cijfer gaat worden. Sebastian is nu met die game aan de slag. Ik ben ook...
Ja, die heeft de review-copy heeft hij nu gehad. Volgens mij zit er een embargo op. Dus op een bepaalde dag moet het online komen. Volgende week, ja, denk ik, ergens al. Ergens, om 9 volgende uur. Week, ochtends ergens. En voor tot nu toe was Sebastian altijd wel redelijk te spreken over die game. Maar het gaat natuurlijk om het uiteindelijke cijfer dat eraan gekoppeld wordt. Ja, klopt. Natuurlijk heeft hij een impressie geschreven laatst nog. Die was niet heel positief eigenlijk. En toen was hij weer zo van, is het dan toch niet zo'n topper? Dus, ja. Maar hij was in het begin wel heel positief. En de laatste keer was het gewoon, had hij nog niet zoveel vernieuwing gezien. Het kan nog beide kanten op gaan natuurlijk. Hè. Precies. Dus wie weet. Ik ben heel erg benieuwd. Ja, de volgende game is Retro City Rampage voor de PS3 en Vita. Ja. Die game is ook uitgekomen voor de Xbox al, voor de PC al geloof ik. Ja. Het is een 8-bit game. Gaat een beetje terug. Het is een ode aan games die heel vroeger uitkwamen. Ja. En ik vond het zelf niet echt heel geweldig uitzien. Maar volgens mij is het een crossplay spel. Een crossplay spel. Goed. Ik ken het verder niet, dus ik ga er niet op in. Air Conflict Specific Carrier. Klinkt ook heel interessant voor de transitie PS3 per se. We zitten duidelijk in een dipje qua games, hè? In een sleeper mode. Ja, in een sleeper mode zitten we. Ja, en Sing Party is ook nog eventjes zomaar beschikbaar voor de Wii U. Ja. Dus mocht je willen zingen, het ook gewoon. Dat kan op de leuke Wii U games, ook. Leuke vrienden. Hartstikke gezellig. Ja. Nieuws dan, want er zijn wel wat leuke dingen verschenen. Ja, echt, ik ga gelijk even naar het mooiste nieuwtje, omdat we zulke slechte games hadden. Microsoft begint alvast met het aftellen naar de E3. En dat doen ze met een hele grote banner. En daarbij zeiden ze... And it's on, zei Major Nelson. Weet dat belooft wat, hè? Larry Ripe. Dat belooft wat. Hoe heet die? Larry Ripe. Larry Rip. Major Rip. Nelson, dat is alias. Major Nelson's alias zei, and it's on, toen hij de teller aanzette voor de E3. Dat belooft wat. Ik denk dat de nieuwe Xbox. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Dat denkt iedereen, geloof ik. Dat is gewoon algemeen bekend. Toch? Anders doe je dit ook niet. Mm-hmm. And it's on. Precies. Weet je, dat is... Ze kunnen niet met een nieuwe game komen of zo. Ik ben benieuwd, joh. Jongens, we hebben een nieuwe game hebben ontwikkeld. Hey. Nieuwe Halo. Dat kan niet. Halo 4.2. Er komt een nieuwe Xbox. Ja. Kunnen we nog niet met zekerheid stellen, maar ja. Ik denk het wel. Waarschijnlijk E3 gaan we die nieuwe Xbox zien, denk ik. Goed, dat is ook een mooi bruggetje naar het volgende nieuwtje. Want Sony komt binnenkort met een eigen evenement. Nieuw evenement. En dat heet het Destination PlayStation Event. Ja. In februari. Dus all about PlayStation. Ja. Dat zegt niet dat daar ook een nieuwe console aankomt. Nee. Ze zeggen namelijk zelf alleen nieuwe Vita en PS3 games. Dat klopt. Maar misschien is het wel een uitgelezen kans om wel te komen met dat nieuws, toch? Eigen evenement. Maar denk je dat ze ook op de E3? Maar dat wordt dan wel heel erg concurrentiestrijd, weet je wel? E3 kan het te veel worden. Ja. Als je het nu in februari doet, is het misschien weer te vroeg. Misschien komen ze gewoon na de E3 nog met iets. Misschien wel gaan ze een keer de Gamescom pakken. Ja, denk het niet, maar het zou kunnen. Ja, maar waar E3 lijkt me dat, logisch. Waar dient dat eigen evenement dan voor? Dan komen ze straks met 4 titels voor de Vita. Dan zeggen ze, hey, evenement. Hebben we georganiseerd dat om... Gek, ja. Dat is toch raar? Ja, het is eigenlijk een beetje het vervolg van... wat gaat er dan komen? Vind ik dan vreemd, weet je wel? Ik vind het ook misschien komen ze met een teaser. En ook februari. Want in maart komt God of War uit, hè? De nieuwe. Ja, volgens mij wel. Ja. Dus misschien dat ze daar met nieuwe dingen... Maar ik weet het echt niet. We gaan het zien. Andere dingetjes van Sony. PlayStation 2 is de productie daarvan is wereldwijd stopgezet. Nu pas, hè? Want ja, die console kwam wanneer uit? 2000? Hij bestaat geloof ik 12 jaar of 11 jaar nu. Ja, dus rond de millennium kwam hij uit. En, ik heb hem nog staan boven. Dus, Maar dat is toch bizar dat nog altijd geproduceerd werd, dat ding? Ja, klopt. Heel populair bij Japanners, hè? Ja. Die vinden dat nog wel leuk. Op de oude PlayStation 2 gamen. Maar ze zetten toch de productie stop, terwijl dat ding nog best goed verkocht wordt. Dat vind ik dan weer apart. Ze willen toch echt die PlayStation 3 gaan verkopen. Ze zullen vast wel een reden daarvoor hebben, joh. Ik bedoel, de PlayStation 3... Die gaat waarschijnlijk in prijs naar beneden. Dus wie koopt er dan nog een PlayStation 2? Dat is het misschien meer. En 11 jaar, dat is wel een beetje het einde van een levenscyclus van een console, toch? Ik bedoel, 11, 12 jaar oud, joh. Eigenlijk de GameCube is even oud, toch? De GameCube is bijna oud. Ik vraag me af wie er nog steeds op een PlayStation 2 speelt. Ja, Japanners, Aziaten. Wij niet. Ja, ik heb hem staan, hij ligt in een kastje. Nou ja. Ik kom er niet meer aan. Maar goed, de beste verkochte console was dat natuurlijk. 150 miljoen exemplaartjes zijn ervan verkocht. En 1,52 miljard games. 1,52 miljard games. Dan moet heel wat omzet gedraaid zijn. Dat is wel heel erg veel, Dus ze hadden wat te leien met de PlayStation 3, zeg maar. Ja. Oké, door naar het volgende nieuwtje. Ja. En dat is stemacteur hint naar onthullingen Fallout 4. Dat zou toch wel eens dope zijn, toch? Heel groot item op de website, hè? Dus iedereen was er helemaal in zijn rep en roer van. In rep en roer van het nieuws over Fallout 4. Ja, maar we weten niet wat er gaat komen. Die dude heeft 2 dingen getweet. Ja. En die gast die speelt 3Dog, geloof ik. Dat is de radio DJ in die game. Die hoor je altijd langskomen, weet je wel. Ja.
En ja, of er een film komt of een game, wie weet hè? Er komt in ieder geval iets voor Fallout. Er komt iets dat voor Fallout. Zei hij eigenlijk. En hij kan nu natuurlijk niet met een nieuwe figurine komen of zo. Weet nee, je? Het moet dat wel, groot nieuws moet wel worden. Iets groot zijn. Maar ik verwacht Fallout 4 wel, denk ik. Moet toch iets voor dit najaar komen. Maar waarschijnlijk komt hij pas toch was 2014 dan. Ja. Maar goed, dat zou wel cool zijn als er een nieuwe Fallout komt. Dat zou hartstikke cool zijn. En ander nieuws natuurlijk. Wellicht een bonus voor de Nintendo Wii U-eigenaren, tweedehands eigenaren. Hè? Want die games die je download, die worden dus even gekoppeld aan de console. Ja, ja dat is opvallend. Niet aan de gebruikersnaam. Klopt, dat zou toch mooi zijn, toch? Als je dan op Marktplaats een Wii U aanschaft en dat je dan is opeens 15 games dat je 15 games kunt downloaden. Maar, dat is toch perfect? Ik snap niet helemaal de reden daarvoor. De natte droom voor iedere... voor iedere gamer. Maar moet dit dan tweedehands verkopen tegengaan? Of juist... Nee, dit is gewoon een foutje, denk ik. Dit is gewoon een foutje. Nee, je maakt niet even een foutje als je een console produceert, Michael. Dit moet een foutje zijn. Dit moet een foutje zijn. Het moet toch een foutje zijn, want anders verkopen ze al minder games. Die console gaat van persoon op persoon op persoon. Die mensen kunnen allemaal met die game aan de slag. Ja, oké, maar dit is een reden om dus niet je Wii U te verkopen. Omdat je al je games zitten eraan vast. Of je moet de Wii U voor een hogere prijs. Dat klopt wel weer, ja. Maar kan je dan ook zeggen, ja, er zitten 15 games op, dus ik wil er meer voor hebben. Ja, nee, dus ja, gek verhaal. Gek verhaal, ja. Dan snel door naar de oogappels. Gears of War Judgment, die werd natuurlijk in het spotlight gezet door The Rocks. Ja, en nog veel meer titels. Tomb Raider, Metal Gear Rising Revengeance, GTA 5, Aliens Colonial Marines en SimCity. Maar Gears of War Judgment dus eerst. Welke game uit dat lijstje spreekt jou het meest aan? Gears of War Judgment. Ja, echt. Ik vind dat zo vet, die Gears of War games. Vind jij Marcus Fenix, dat vind je een coole dude? Ik vind dat wel een coole... Nee, ik vind die dude niet heel cool. Ik bedoel, ik wil me hier niet... Ja, je wil gewoon Locust afschieten en met je cirkelzaag wil je die onthoofden. Precies. Dat is jouw ding. Die game is goed. Okay. Die game is gewoon heel goed. Weet je nog dat Gears of War de eerste franchise was die dat achter dat koffersysteem eigenlijk een keer goed maakte op de consoles? Ja, klopt. Ik heb Gears of War ook zelf, toevallig. Oké, okay, nou, dan weet je dat. Dat weet jij dat goed zit. Ik heb die game zelfs uitgespeeld. Tomb Raider is ook verkozen tot een van de oogappels. Dat is natuurlijk logisch. Die game komt wel vrij snel. In maart komt die al uit. Ja, en, met een sexy Lara Croft. Exact. Toch? Een sexy Lara Croft. Heel lekker. En dat zegt eigenlijk al genoeg. Ze is sexy en onwetend. Dit ga gewoon door. Metal Gear Rising Revengeance. Daar ben ik niet zo'n grote Metal Gear fan. Misschien jij. Ik was een Metal Gear fan. Ik vond de eerste echt super. Weet je, op de PS1. Dat was echt een cult game. Of in ieder geval, dat was echt de game die je moest hebben. Absoluut, absoluut. En daarna ben ik de franchise een beetje uit het oog verloren eigenlijk. Dus ik heb die opvolgers heb ik niet echt gespeeld. Hetzelfde verhaal hier. Dus ik weet ook niet zo goed wat er daar... Dit is een spin-off, hè. Dit is niet met Snake, maar dit is met Raiden. Maar Rock zal een goede reden hebben om die te verkozen te hebben tot een oogappel. Ja, precies. Dus hij schijnt heel goed te worden. Dus lees ook zeker dat artikel door. GTA 5 staat natuurlijk in. Nou, daar gaan we niet eens meer woorden aan besteden. Nee. Zo logisch dat die erin stond. Aliens stond erin, dat is wel opvallend. Die komt namelijk over een maandje al uit, volgens mij februari. Dat is een beetje een aparte game. Want je had natuurlijk in 1986 is Alien uitgekomen, die film. Ja, ja. En dat was best wel een... Het is van Spielberg, geloof ik, of niet? Je, zou goed kunnen, maar... Nee, dat het is was in ieder geval echt, bekende echt een populaire film was dat. Ja, heel populair. Mm-hmm. Maar, en die Aliens Colonial Marines is een soort van vervolg op die film. Kijk. Dus dat is die film, maar dan nog verder. Maar Sega is ook echt al een paar jaar mee bezig met die titel. Mm-hmm. Hè? Ik heb er al zo vaak van gehoord. En het ziet er wel goed uit. Ja. Dus ook een terechte oogappel. En natuurlijk SimCity. Nou ja, goed. Daar hoeven we ook... Hetzelfde als GTA toch? Ja, dat zo is, vaak over gehad. Het wordt gewoon een dat wordt een knaller. Ja. De recensies dan. We hebben drie recensies zie ik zo snel. De Logitech G13 Gameboard kreeg een 8 van Tristan. Ja, dat is een soort futuristisch dingetje. Ja, zag ik cool vond het een beetje lijken op een Star Trek-achtig paneel. Weet je zo ernaast leggen. Een beetje apart. Maar het biedt je extra knoppen voor je toetsenbord. Weet je wel? Ja. Dus als je te weinig knoppen hebt, ik weet niet of een persoon dat kan hebben, te weinig knoppen op zijn toetsenbord. Als jij, World of Warcraft als je speelt en je wil het van die sneltoetsen hebben. En dan... Ja, maar ik vind dat heel moeilijk. Ik speel Guild Wars eigenlijk en ik heb allemaal van die knoppen op mijn muis. Ik gebruik ze amper, want ik kan het echt niet onthouden welke aanval onder welke knop zit. Heb jij maar... zo'n coole muis met al die ik heb zo'n knoppen. Coole, ja precies. Ah, zo'n muis. Hoe kom ik eraan? En we hebben dat dingetje, dat voegt ook volgens mij de CPU gebruik toe. Zeg maar, dan kun je dan gelijk zien dus hoe ik snel je verbinding precies. Is. Hij heeft in ieder geval ook een pookje en het werkt als een soort joystick, weet je wel. Cool, ik vind het cool. Ja. Ik vind het wel cool. Dat zijn echt oldschool dingen dus die we soms... Een leuk ding. Ja, het zijn oldschool... Aan te raden ding. Tech dingetjes die we soms uit het oog verliezen. Ja. En, maar lees even die recensie door en als je echt een RPG... Massive multiplayer online fan bent, dan moet je die, koop die set. Kopen. Knit Underground dan. Klinkt heel, heel grappig. Oh, ja. Wat dat is het? Een indie game. Een platformer 2D. En het is een avonturengame. Je moet heel veel puzzelen.
Ja. Die game biedt heel veel vrijheid en daarom heeft hij ook een 7,5 gekregen. Nog een best goed cijfer. Niet echt een grote release. Ik heb er nog nooit iets van gehoord. Knit. Ja. Klinkt wel gaaf. Kleurrijke game. Ik heb gisteren wat screenshots gezien en het zag er leuk uit. Ja, want Erik heeft die recensie gedaan en die was dus best wel over te best spreken. Best wel te spreken over de game, ja. En de laatste komt de recensie van Wouter, Air Buccaneers. Ja. En die krijgt slechts een 6,5. Dat is niet een heel hoog cijfer. Nee, klopt. Die game heeft wel een leuk concept. Je hebt vliegende piratenschepen, piraten erin en dan kun je andere schepen enteren en zo. Weet je, een beetje World of Tanks, maar dan met... Maar waarom met vliegende piraten? Ja, ik weet het niet. Ja, nee, goed. Maar dat is gewoon gek. Het concept, weet je wel. Dat is gewoon lekker gek doen. Daarom heet het ook Air Buccaneers precies, en niet Sea Buccaneers. Nee, dat is op zich wel een grappig concept, maar het werkt niet heel goed. Jammer genoeg. Nee. Je moet wel goed samenwerken, maar de game spreekt toch niet heel erg aan. Jammer genoeg. Jammer, maar geen positieve afsluiting voor onze vrijdagavondshow. Hebben we nog een positieve afsluiting? Ja, ik weet het niet. We gaan namelijk binnenkort de livestreaming sessies openen. Ja, en werkt goed. Uitvoerig getest, hè? Het is nu uitvoerig getest. Op PC is het niet optimaal, maar het gaat goed komen. En we gaan het als eerste met World of Tanks doen. Dus wat het idee is, wij kunnen streamen live op xgm.nl. Op de frontpage zul je ook een banner daarvan zien. Kun je meekijken met wat wij spelen live. Je kunt meekijken in de studio. Dus er is een camera aanwezig hier die meekijkt. Je kunt ons horen. Twee man gaan er mee praten. En een van onze redactieleden, waarschijnlijk Michael of ik, of Rob, gaan mee chatten. Ja. En je kan zelf ook de game joinen. Dus je kan meespelen, je kan meekijken, je kan mee chatten, je kan eigenlijk alles zien. Ja, wordt heel leuk, hè? En dat wordt heel vet. Het enige wat jij hoeft te doen is met één PC in te loggen op of een tablet of een weet ik veel. Je moet die game natuurlijk wel hebben. En dan, Maar die game is free to play. Ja, okay, dus die kun je gewoon downloaden. Dus download nu alvast Wolf Tanks. Want het duurt al even hoor, voordat je gedownload hebt. Je moet hem ook downloaden, dan krijg je 5 giga updates. Duurt een paar uur. Maakt niet maar uit. Als je hem hebt, kun je dus volgende week, we weten nog niet welke dag, dat zijn we nog even schuldig. Waarschijnlijk wordt het volgende week, meedoen met de livestream sessies. Zet ons op de ene PC aan, speel op de andere PC mee. En dan gaan we gewoon lekker met z'n allen knallen. Ja, dat lijkt me toch een positieve afsluiting. We kunnen onze kijkers laten zien hoe goed ze zijn, toch? Ja. Dan kunnen ze ons afknallen. En mocht je niet mee kunnen doen, je kan altijd nog de World of Tanks tank winnen. Ja, nee, dat is goed nieuws, toch? Ja, heel goed. Nou, dan de aflevering van deze week zit erop. Heel erg bedankt dat je er weer bij ons maakt. Ja, volgende week aflevering 90. Dat is 90. Toch een soort van mijlpaal, toch? Of naar de 100. Ik wil aflevering 100 presenteren. Nog 11. Nog 11 afleveringen. Ja. En voor nu, goed weekend. En we zien jullie volgende week vrijdag tot weer. Tot volgende week.